aan mij de eer om het volgende onderdeel aan te kondigen, geheel passend binnen het thema translationele uitdagingen in de psychiatrie, willen we net als voorgaande jaren jullie geest slijpen met een gedachtenwisseling daarover, een debat daarover. Een debat wat dus zal gaan over de mogelijkheden en de onmogelijkheden, misschien wel van de vertaling van wetenschap naar de praktijk en vice versa. En daarvoor hebben we een moderator, professor Frank Koerselman, die jullie waarschijnlijk ook wel zullen kennen als iemand die zich graag mengt in het debat. En hij zal verder het debat en de debaters aankondigen. Frank, aan jou de eer. Dankjewel Martijn. Ja, eigenlijk ook al heel goed ingeleid trouwens door Frank. Laten we met elkaar in gesprek gaan op een verstandige en respectvolle manier, want het debat, ja, het is niet de bedoeling dat hier nu zo dadelijk bloed vloeit. Waar het om gaat, is dat we een ronde tafel gesprek hebben. CVA heeft het genoemd, de psychiater draait door, daarmee duidelijk refererend aan DWDD. Nou, zoiets moet u zich erbij voorstellen. Wij gaan met elkaar in gesprek, 6 mensen die zo dadelijk aan tafel komen zitten, om eens te kijken wat wij met elkaar voor nuttigs kunnen bedenken over het onderwerp translatie. Dat is een goed gekozen thema, want translatie, het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk, is nog zo eenvoudig niet. En ik wil daarom ook wel een probleem neerzetten, want we kunnen wel gaan praten met z'n allen over wat goed gaat en dan voelen we onszelf ook goed en geweldig. Maar we moeten natuurlijk eerst gaan praten over wat niet zo goed gaat, want daar kunnen we het meest van leren. En wat gaat niet zo goed? Dat is natuurlijk toch wat ik zou willen noemen de translatiegap. Hoe komt het dat al zo lang al dat mooie onderzoek eigenlijk zijn weg niet vindt naar de spreekkamer? Waarom is de praktijk van alle dag nog niet eens zo vreselijk anders dan vroeger? Daar zullen we het over gaan hebben. Eerst in de zin van een diagnostische ronde. Hoe komt het nou dan, de oplossing? En tenslotte, wat betekent het voor de praktijk? We hebben, en dat even voor de orde, beste mensen, maar 60 minuten, waarvan er alweer de helft weg is nu. We hebben 60 minuten, dat is heel weinig. Daardoor kunnen wij u er niet bij betrekken. Dat gaat niet redden, dat is logistiek niet mogelijk. Dus wij praten onderling, maar u zult tussen de middag hopelijk napraten over wat wij nu met elkaar hebben verzonnen. We hebben het verder allemaal niet voorgekookt, we gaan kijken hoe het loopt. Ik wil graag vragen aan de 6 deelnemers om aan tafel te komen. Oké, ik wil jullie de gelegenheid geven jezelf voor te stellen. Dus eventjes, iedereen kent jullie natuurlijk, maar niettemin toch, hè, voor de zorgvuldigheid eventjes, naam en wat je doet. Ik begin bij jou, die kant. Ja, mijn naam is Christian Vinkers, ik ben psychiater en stressonderzoeker in het UMC Utrecht. Oké. Manon Hillegas, ik ben afdelingshoofd en hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Erasmus Sophia Rotterdam. Therese van Amelsvoort, psychiater en hoogleraar transitiepsychiatrie in Maastricht. Arne Popma, kinder- en jeugdpsychiater bij het VUMC, bascule, hoogleraar daar en ook verbonden aan de rechtenfaculteit in Leiden. Floor Schepers, afdelingshoofd in het UMC Utrecht, psychiater en hoogleraar innovatie. Ja. Irene van der Giessen, directeur Stichting Hersteltalent en bestuurder Kenniscentrum Vremels. Nou, dat is toch een niet gering gezelschap, hè? Dat kan we kunnen samenvatten. Van allemaal, eigenlijk toch relatief jonge mensen die aan het begin staan van een bijzondere carrière en die dus ideeën zullen hebben over hoe we dat probleem van die gap zullen moeten oplossen. Nog even over die translatiegap. Kijk, een aspect van zo'n korte discussie als wij nu met elkaar gaan hebben van een uur is dat we niet alles kunnen nuanceren. Er zullen af en toe wat ongenuanceerde dingen gezegd moeten worden, want anders redden we het in de tijd niet. Dus natuurlijk, er is wat het onderzoek betreft ongelooflijk veel moois gedaan, dat ook heel veel waarde heeft gehad voor de praktijk. Maar toch, toen ik in 1980 psychiater werd, toen had ik
TCA's en ik had antipsychotica en ik had psychodynamische therapie en ik had gedragstherapie, alleen nog geen SSRI's en moderne antipsychotica. En met die instrumenten zou ik vandaag de dag nog steeds een prima psychiater zijn geweest. Dat is 40 jaar geleden. Hè? En in die 40 jaar geleden is er wel een hoop gebeurd, want we hebben de subjectiviteit eruit gehaald. Hè? We hebben een einde gemaakt aan de psychoanalyse, we hebben een einde gemaakt aan de antropologische psychiatrie, we hebben een einde gemaakt aan de diagnostische discussies en we hebben in 1980 de DSM gekregen en in 1990 de Decade of the Brain en we hebben de epidemiologie in het zadel geholpen en al die prachtige objectieve gegevens, die zijn daar, maar wat doen wij er nu mee? Ik had zonder dat nog best kunnen werken, zoals ik dat ooit in het begin heb gedaan. Hoe kan dat nu? Wat hebben we over het hoofd gezien? Waarom hebben we iets niet opgemerkt waardoor dat allemaal niet in ons allerdagelijkse praktijk is binnengekomen? En daar wil ik eerst eens een rondje over maken. En zoals het dokters betaamt, eerst de diagnose, dan de therapie. Want jullie hebben natuurlijk allemaal een therapie in je hoofd, maar eerst de diagnose. Wat hebben we niet goed gedaan in die afgelopen 40 jaar? Jullie dus niet, maar en ik wel. Maar wat is er niet goed gegaan? Mag ik bij jou beginnen? Je begint gelijk bij mij. Ik heb er wel een idee over. Ik denk dat John Reed, een psycholoog, die deed in 2013 een onderzoek, gewoon bij burgers. En die vroeg, wat denkt u wat de oorzaak is van psychische problemen in het algemeen? Oké, dat was niet de oorzaak, zeiden ze. Wat burgers over het algemeen zeiden was, dat zijn lastige dingen die je in je leven meemaakt. Ik denk in die zin dat psychiaters mogelijk niet zoveel afwijken van burgers. En ja, dat zich dat lastig verhoudt misschien tot wetenschap. Dus ik ben benieuwd hoe hardnekkig zo'n opvatting is. Oké, prima. Ja. Yeah. Heel kort denk ik dat we, want ik begon ook al best wel lang geleden aan mijn opleiding. En dat was juist in het begin van de opkomst echt van dat biomedische model en dat type onderzoek in de psychiatrie. En wat ik denk dat we misschien fout hebben gedaan is dat onze verwachtingen zo enorm hoog waren. En dat we zo geloofden in de oplossingen in dat toch iets reductionistische, simpele model waarbij we dachten we gaan gewoon oorzaken vinden die ons helpen om betere behandelingen te creëren. En ik denk, ik had die hoop ook en ik die verwachting ook. En ik denk ook dat het heel goed is geweest dat we dat allemaal geprobeerd hebben, maar dat we nu tot de conclusie komen dat het toch veel ingewikkelder is en veel complexer is. En dat we een aantal dingen die we afgestoten hebben weer moeten toevoegen om verder te komen. Oké, dus te veel gefocust, hè? Te weinig de complexiteit gezien. Ah. Als ik iets als eerste zou verzinnen, zou ik zeggen dat translatie een vak apart is, zeg maar. Dus dat ons systeem van wetenschap heel gericht is op scoren, kleine stukjes oplossen. Dat we de oplossing de laatste 10 jaar is dat je bij elke aanvraag een alinea over wat betekent dit voor de praktijk mag schrijven, maar dat ik denk dat we te weinig aandacht en ook inrichting van het systeem hebben op het vervolgens samenbundelen van kennis en het vertaalbaar maken. Dus dat het systeem ons ook, we hebben het laten gebeuren dat dat systeem ons alleen maar op de snelle scoringskansen heeft gericht. Oké, Therese. Nou, daarop aansluitend, ik denk dat de wetenschap niet de kans heeft gehad zich uit te breiden naar de praktijk. Deels doordat de kloof die zo groot is, er te weinig onderwijs is in het algemeen, al in de geneeskundeopleiding, maar ik denk ook in de opleiding tot psychiater en ook psychologie en verpleegkundigen, over wat onderzoek inhoudt. Onderzoek wordt als eng ervaren, denk ik, in de praktijk. En daardoor komt er geen natuurlijke verbinding. En ik denk dat we daar heel erg veel aan moeten werken, aan het onderwijs, over onderzoek doen. Wat er leuk aan is, hoe belangrijk het kan zijn. Want nu werkt het nog als afstotend, denk ik. Ja, dus een beetje met andere woorden, het is niet zozeer dat het onderwijs niet de spreekkamer in komt, maar de spreekkamer, het onderzoek, hè? Nee, maar ja. De spreekkamer moet meer het onderzoek in. Hè? Ja. Oké, Manon. Nou ja, ik ben het zeker ook eens met de dingen die al gezegd zijn. Ik denk een ander punt is dat we onderzoek hebben gedaan op
groepen die we eigenlijk te simpel hebben voorgesteld. Hè? Dat we ons hebben gericht op populaties die één stoornis hadden of één probleem hadden. En ik denk dat in de spreekkamer mensen veel complexer zijn dan één probleem hebbende. En dat daarmee het dus ook veel moeilijker is om direct de wetenschap te vertalen in die spreekkamer. Omdat je niet een patiënt hebt met alleen een depressie, maar die ook nog persoonlijkheidstrekken heeft, die ook nog trauma heeft meegemaakt. En misschien al heel veel andere aspecten heeft. En dat maakt, denk ik, dat wij in een simpele model van onderzoek die translatie steeds moeilijker kunnen maken als professionals in de spreekkamer. Oké. Okay. Last but not least, Christian. Ja, ik denk, psychiatrie is complex. Daarom ben ik ook psychiater geworden. Dat is leuk, toch? Dat maakt het vak leuk. Daarom ben ik zo blij dat ik psychiater geworden ben. Maatschappij, hersenen, psychologie, alle functies bijeen. En in 60 jaar zijn we van arbeidstherapie en badtherapie gekomen tot hele effectieve behandelingen. Ik ben enorm trots op de numbers needed to treat die er zijn voor antidepressiva, antipsychotica, effectieve behandelingen die er zijn. Dus de translatie die ik heb, zeker. Maar ook heel veel dingen waar we ongelooflijk trots op mogen zijn. Zoals? Zoals de antidepressiva. Zoals de effectieve... Maar die antidepressieven, even voor de goede orde, hè? Die antidepressieven zijn er al 50 jaar, hè? Ja, dat weet ik. Oké, okay, ja. maar dan sindsdien? Ja, je praat dus over de laatste 60 jaar dat we eigenlijk in ontwikkeling zijn. En je rekent af op de laatste 10, 15 jaar. Ik vind dat je, toen Galvani de elektriciteit uitvond, ging hij ook niet zeggen van waar is de iPhone? Mensen vinden jou wel slim zo te horen. Maar daar trappen wij niet in hoor. Dus we toch moeten kijken naar waar we nu mee moeten werken. Ik hoor eigenlijk een thema. Jij had een speciale invalshoek. Mensen moeten meer met onderzoek vertrouwd worden. Maar voor de rest hoor ik jullie toch allemaal zeggen, luister eens, we hebben zo'n complex vak. Hè? En wat we doen als we onderzoek doen, is dat we proberen te versimpelen, te focussen, duidelijker te maken. En dan zijn we te ver van de werkelijkheid af. Heb ik dat een... Ja. Ik denk dat en we hebben het ons altijd veel te simplistisch voorgesteld. En ik denk dat juist door het onderzoek doen hebben we wel heel veel meer kennis gekregen. Ik ben het ook met Christian eens. Dat we hebben heel veel geleerd. Het heeft ons echt wel heel veel opgeleverd. Maar daardoor ook gerealiseerd hoe complex het is. En dat we eigenlijk er nog lang niet zijn. Nee, we zijn er nooit. Dat is evident. Maar dat betekent dus wel dat, als we daar goed over nadenken, die complexiteit dan toch iets is wat in zoveel decennia onvoldoende te pakken is gekregen. Want we hebben natuurlijk wel degelijk op al die terreinen die je noemt, de sociologische, de psychologische, de biologische invalshoek, dat hebben we niet laten liggen. Daar is op gewerkt op al die terreinen. Maar is het dan een kwestie van coördinatie, hadden we dat allemaal beter moeten integreren? Wie had dat dan moeten doen? Hoe zit dat dan? Nou ja, een aantal dingen waren decennia geleden nog niet mogelijk. Bijvoorbeeld de vorderingen op het gebied van genetica en imaging. 60 jaar geleden hadden we die technieken niet. Hè? Dus die kennis hebben we ook echt pas nu kunnen krijgen. En smartphone en alle apps die we nu ontwikkelen, dat was er 50 jaar geleden natuurlijk ook nog niet. Die technieken hadden we niet? Nee. Maar die technieken, daar verwacht je van dat wat nou, het helpt gaat helpen? Ons, het heeft ons meer kennis opgeleverd. En het gaat ook, als ik nu denk aan die smartphone-applicaties, het kan het individu helpen. Die al zelf meer controle kan krijgen over het monitoring van zijn eigen belevenissen en ervaringen. Ja. Aardig is misschien juist dat als we ervan afgaan dat één techniek of één aanpak alles oplost, dan kom je tot een... eigenlijk conclusie dat je dus slim moet verbinden van al die verschillende kennis. En dat tijd kost en ook wat geploeter, zoals jij in je oratie ook zei. Maar dat vergeten we volgens mij ook af en toe. Dus af en toe raken wij in de waan van de dag van, oh, nu is dit weer de nieuwe bevlieging, daar gaan we helemaal voor. Terwijl ik bijvoorbeeld van Jan Smit, de statisticus in Amsterdam, altijd leer van, je mag ook gewoon een puntwolkje maken. Of eens even turven hoeveel iets voorkomt. Bij ons is bijvoorbeeld in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie het mooiste. Ik gebruik het plaatje van wetenschap wat ik het meest laat zien. Is het plaatje hoeveel psychische problemen komen voor in de algemene bevolking. Hoeveel als je naar de politie gaat. Hoeveel in de justitiële jeugdinrichting. En dan zie je zo baf het exponentieel toenemen. En dan zeg je, goh, de kinderpsychiater is belangrijk in de justitiële jeugdinrichting. Dat is ook wetenschappelijk onderzoek. En als we dat combineren met af en toe dan snappen waarom dat zo is.
dan gaat het convergeren. En dat kost tijd en moeite en aandacht. Ja, en ik denk daarop aansluiten, ik denk de richting die is ingezet, dat de volwassen psychiatrie en de wetenschappers die vanuit de volwassen hoek komen, steeds vroeger zijn gaan kijken naar populatie. Het is begonnen in het psychoseonderzoek, ging het van schizofrenie naar eerst psychose, toen naar hoogrisicopopulatie. En nu in het vakgebied waar ik zit, in de kinderen van mensen met psychotische aandoeningen. Ik denk dat continuum van populaties en vanuit ontwikkeling kijken, we zitten hier niet voor niks ook met allemaal mensen die toch een meer kinder- en jeugd- of een transitieprofiel hebben. Behalve, jij hebt zelf al 3 kinderen, dus dat je bent ook deskundig. Maar ik denk, daar kan ik zo nog wat over zeggen. Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat hele continuum waar we denk ik voor staan en waarin we het belang zien dat psychiatrische problemen eigenlijk al op hele jonge leeftijd in de kern aanwezig zouden kunnen zijn. Dat heeft ons ook weer heel veel inzicht gebracht. En ik denk dat we daarop door gaan beduren. We weten ook wel dat met name kinderen, veel kinderen die groeien op in armoede, in eenzaamheid. Ik denk dat taal een groot probleem is voor u. Hè? Want ik herken me absoluut niet in een psychiatrische stoornis. Hè? Dus taal in de spreekkamer is een groot probleem. Ja. Hoe ga je vertalen dat onderzoek, als ik denk, ja, maar ik heb geen contact met mijn naaste, maar ik voel me eenzaam, dan heeft u het misschien over een persoonlijkheidsstoornis, maar zo zie ik mezelf niet. Dus ik denk dat dat een ernstig probleem is. Nee, oké, maar goed, dat is wel een punt, denk ik. Want ik ben toch niet helemaal met Therese eens dat de praktijk meer naar de wetenschap moet. Ik denk echt dat de wetenschap veel meer nog uit het lab moet en naar de praktijk moet. Dat we veel meer. Ik wil even terugkomen op het punt van Irene. Ik wil even op het punt van Irene terugkomen. Want ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is. Want wat onderzoeken we nou eigenlijk? Precies. Iedereen doet maar wat. Hè? Daar komt het toch een beetje. Maar dat is toch het leven? Iedereen doet maar wat. Ik vind dat ook zo. Twijfel en bescheidenheid is toch de kern van de wetenschap. Dus we schieten ons in de voet als we zeggen van we beloven te veel en we overpromise under deliver. Nou, dat hebben we nu gedaan, hè, eigenlijk. Te veel beloven, te weinig waargemaakt misschien. Als je zegt, we zijn bescheiden, maar door wetenschap komen we als maatschappij en als geheel toch langzaamaan wat verder, dan vind ik dat daar ruimte voor moet zijn, zonder dat je zegt van, we moeten het heel radicaal anders doen. Goed, dus dan maak ik nu mijn zin even af. Dus als we, als ik zeg, we doen maar wat, dan bedoel ik eigenlijk, waar is het ene uitgangspunt? De patiënt. De patiënt die met zijn problemen zit en die niet met een DSM-diagnose zit. Hè? Hoe hebben wij ons in de voet geschoten met de DSM? Hè? Ja. Waarin we mensen nu in mallen gieten die we zelf verzonnen hebben. Maar waar de vraag is, wat vind jij van de DSM? Ja, het is een beetje... ik meen het serieus. Ja, wat moet ik er verder van zeggen? Wat ik net al zei, ik denk dat mensen zich niet zo... Als mens geef je niet op die manier betekenis. Dus ik vind het heel fijn dat u dat heeft. Maar dat is niet de manier waarop een gemiddelde mens zijn problemen duidt. Die zegt gewoon, ik heb geen geld, ik heb geen werk, ik heb ruzie met mijn vrouw, met mijn man. Dat zijn normale levensproblemen. Ja. Maar ook, ik ben angstig, ik wil niet meer leven. Hè? Ja, dat soort dingen, daar gaat het over. Dat soort dingen, daar gaat het over. Ja. En dat zouden vragen moeten zijn. Ja. Bedoel je dat? Wat mij betreft inderdaad dat mensen voelen dat ze uitgesloten worden uit de maatschappij. Dat ze geen verbinding voelen. Veel mensen voelen de mogelijkheid niet om verbinding te maken. De manier waarop je daar taal aan geeft, doet ertoe. We hebben de neiging om alles in hoekjes te stoppen. Ja. Want, en dat doen we met de DSM. Ja. We hebben de behoefte aan houvast en structuur. En dat is niet alleen in ons vakgebied, maar ook in onze maatschappij. Hè? Al die hokjes, gemeenten, GGZ, scholen. Iedereen zit op zijn eigen eilandje en cirkelt in zijn eigen wereldje rond. En daar, die verbinding, die moet ontschotten. Scrummen, co-creëren. Ik snap wat u zegt, maar ik ben ook ongelooflijk trots op de DSM. Fijn dat die er is. En als ik dan, ik meen het, want we gaan dan weer zeggen, DSM is niet goed en dat is niet goed en dat is niet goed. Maar dat zeg maar in het algemeen. Maar dat heb ik gezegd. Ja, zeker. Dus daar val ik jou op aan, Frank, dat jij dat gezegd hebt. Maar het was nodig, de DSM, om hier te komen. Zeker, maar de... In 1980. Maar wat je tegenover elkaar zet is, hoe zorgen we goed voor onze patiënten?
zorg, wat heel belangrijk is. Hoe zorgen we dat we de beste zorg krijgen en dat ze begrepen worden en dat ze zo goed mogelijk kwaliteit van leven hebben. Hoef je niet tegenover te zetten, hoe snappen we nou waarom mensen dat krijgen? Nee, dat is niet alleen maar hersenonderzoek, dat is een valse tegenstelling. Je kunt en de goede zorg leveren, dat doen we met z'n allen. Nee, daar gaat niet om de vraag. Ja? Ja? Toch? Ja. Stellen we de goede vragen. Daar gaat het om. Wat zijn de goede vragen? Zitten wij wel dicht genoeg op wat de patiënt ervaart? Maar ik heb hier toch heel erg de behoefte om, dus ik denk dat ik ben het helemaal met u eens. En ik denk, ik hoorde net hier ook al zeggen, er zijn heel veel mooie voorbeelden gaande, waarbij burgers, patiënten, jongeren, ouders, mensen op de werkvloer gewoon de vraag, de onderzoeksvraag, creëren. Kun je een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld wij, ik werk dan veel met forensen. Dat is goed, daar zit ook een tafel. Nou, bijvoorbeeld, wij weten allemaal dat gezinstherapie, als je 16 bent en gedragsstoornis hebt, de beste aanpak is. Dat is redelijk netjes onderzocht. Niet iedereen helpt het, maar het is onhandig als je gezinstherapie nodig hebt. Als je ergens in Groningen, terwijl je uit Amsterdam komt, vastzit en je familie geen geld heeft om daarheen te komen. Nou, dat was een punt wat mensen daar maakten. Leuk dat jullie dat hebben uitgezocht dat dat effectief is, maar dat kan hier helemaal niet. Nou, dan zijn we met iedereen gaan onderzoeken. Hoe kun je deze therapie op andere creatieve manieren toch voor elkaar krijgen? Dat is gelukt, dus gezinsgericht werken. Dat was alle justitiële inrichtingen in Nederland doen dat nu. Wat gaat van betalen voor erheen komen tot en met koken op de groeten, met slapen zelfs erbinnen. Okay. En de vervolgstap is dan dat justitie denkt, misschien gaan we wel weer gewoon wat minder justitiële jeugdinrichtingen werken en de kleinschalige voorziening in de buurt inrichten. Dat is allemaal samen gedaan. Daar zitten harde cijfers van wat is effectief achter. En dat probeer je dan te vertalen. Nou ja, maar dan moeten we die ook nog vormgeven. Ja, dat is heel, heel leuk en inspirerend. En dat levert ook steeds weer vervolgvragen op. Want je moet vanaf het begin moet iedereen aan tafel zitten en meedenken en bijsturen. Ja. Dat gebeurt er gelukkig ook al steeds meer. Ja. Heb je nu nog andere voorbeelden? Nou, ik denk, wij richten ons natuurlijk van nature op risico. Hè? En ik denk dat bijvoorbeeld de insteek om hem om te draaien en te gaan kijken van ja, wat is nou eigenlijk beschermend of wat promoot veerkracht. En ik denk dat dat elementen zijn die wij zeg maar in onze onderzoeksgroep heel erg terug horen van de families die wij al jarenlang volgen. En die zeggen van ja, dat ik een ziekte heb gekregen of een stemmingstoornis of al die problemen, dat wil ik voorkomen voor mijn kinderen. En ik wil niet alleen maar horen hoeveel risico's ze hebben, maar vertel me nou wat we moeten doen om ze sterker te maken. En ik denk dat dat elementen zijn waarin wij natuurlijk wetenschappelijk onderzoek kunnen inzetten om veel meer evidentie te vinden van wat helpt dan en wat kunnen we doen. Ik zou het prachtig vinden. Ervaringsdeskundigen roepen daar al heel lang toe op. Van vraag mensen die dat herstelproces hebben doorgemaakt wat effectief is geweest. Ja. Dat zou heel mooi onderzoek zijn in samenspraak met elkaar. Dat doen we nu ook. Ja, prachtig. Ik denk dat we juist door te focussen op risico wat we de afgelopen jaren gedaan hebben, ook gaan kijken van wat is gebeurd met die mensen die niet ziek zijn geworden? Ja. Wat onderscheidt hun? En dat zijn elementen die dat gaat dus eigenlijk ook over zoiets als coping. Hè? Zeker, coping, Dan dat zijn eigenlijk, hoe redden mensen het die kwetsbaar zijn in een moeilijke wereld? Hè? En hoe ga je daar nu de onderzoeksvragen uit afleiden? Hè? En dat zijn inderdaad dit soort dingen. Ja. Misschien nog een andere leuke aanvulling is dat we nu vanuit de psychiatrie ook met de federatie een programma gaan inrichten om ook te stoppen met dingen waarvan we eigenlijk weten dat het niet werkt. En dat is denk ik ook iets waar heel veel mensen heel blij van zouden kunnen worden. Omdat, net zoals dat de chirurgen misschien bij sommige neustussenschotoperaties moeten zeggen dat kost heel veel en dat doen we niet meer, hebben wij misschien ook nog wel wat op te lossen en wat op te schonen. En ik denk dat heel veel mensen die ons, zoals u hier zit, maar ook jongeren hebben die wij zien, kunnen helpen in, wij hebben het idee dat dit niet werkt, zullen we eens onderzoeken of we ergens iets kunnen opschonen. Dus sommige dingen ook gewoon niet blijven doen. Ja. Ook in wetenschappelijk onderzoek. Juist. Ja, en dat is, ook daar moet je natuurlijk, als je kunt zeggen, we moeten niet om de iPhone vragen als de elektriciteit net is uitgevonden, maar Kodak is failliet gegaan omdat ze ook niet bedachten van ja jongens, we moeten wel vernieuwen en veranderen met de dingen die we geleerd hebben. Wat zou je... Ik denk, we hebben gisteren een heel leuk symposium gehad over big data in de zorg. Daar werd een voorbeeld genoemd hoe in de cardiovasculaire wereld het muisonderzoek op een gegeven moment echt gestopt is, omdat
de muismodellen gewoon niet representatief waren voor atherosclerose in de praktijk bij mensen. En ja, als je daarachter komt en als je ziet dat je modellen niet passen bij de praktijk en bij de werkelijkheid, ja, dan moet je op een gegeven moment ook besluiten, dan moeten we onze modellen aanpassen. Dat is grappig, want parallel hadden wij ook een symposium waarin iemand vertelde over dat die muismodellen in de psychiatrie ook heel matig zijn geweest en ja, dat er heel veel kritiek op is. Dus als je het hebt dat er ook een beweging gaande is, die pleit voor transparantie ja, in onderzoek, die zegt ja, die muismodellen die niet helpen, dat moet je ook niet doen. Hoe kunnen we de vragen die precies, we in hokjes hebben gebracht toch doen, ja, op verschillende manieren daarnaar kijken. Maar mag ik een grappige paradox volgens mij dan aan, dat volgens mij komt dat we dat nu durven te zeggen, omdat doordat wij als psychiaters ons daar wel tegenaan bemoeien, ja. Ja, snap je? Dus het is ook wel zinvol dat wij aan tafel zitten met de muisonderzoekers ja, en constant zeggen, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Ja. Ja. Toen ik aan het promoveren was, dat iemand een muismodel voor psychotische depressie. Je had nog nooit een patiënt gezien. En ook een muismodel voor een bipolaire stoornis, waarin je heel veel sedatief en heel veel stimulantie tegelijkertijd gaf. Dus die hele muis werden. Maar dat is op geen enkele manier natuurlijk doet het recht aan de werkelijkheid. En zo zie je dat de wetenschap wat afgesplitst is van de praktijk. Ja. Dus in die zin is het heel goed. Maar je moet als wetenschapper wel een model hebben wanneer je naar de werkelijkheid kijkt. Ja. Waarbij je zegt van ik twijfel. Het is een manier om de hersenen, een manier om de werkelijkheid te begrijpen. Wel een goede manier, maar niet de enige manier. Zeker niet de enige goede manier. Ja. Maar dat kan een hele goede manier zijn. En de bescheidenheid die jij noemt, die is soms ook. Ik denk dat dat ook heeft bijgedragen. Dat die wetenschap zichzelf een soort status aangemeten heeft. Die ver boven de status van de persoonlijke ervaring van de patiënt staat. En van de professionele ervaring in de praktijk van psychiaters, die misschien wat minder onderzoek doen. Maar daar is een heel mooi voorbeeld van. Hè? Ik denk dat mensen wereldwijd al heel lang hebben gezegd, onze psychose ligt niet aan onze hersenen. Wij hebben hele akelige dingen meegemaakt in ons leven. Ik vind het echt schandelijk dat nu pas. Gelukkig maar dat het heel is onderzocht nu en dat heel duidelijk is dat het heel effectief is om mensen met een psychose traumabehandeling te geven. Maar het is schandelijk hoe lang mensen dat al zeggen. Hè? Dus hoe komt dat mensen het nooit hebben gedaan? Ja, er is een website, Mad in America, waar wereldwijd mensen met ervaringen op schrijven. Als je die website volgt, dan zie je jullie onderzoek van de toekomst. Maar je bedoelt, ik zou echt aanraden om daarop te kijken. Je bedoelt ook eigenlijk, luister, die mensen met psychose, er is niet naar hun verhaal gegaan. Nee, jarenlang niet. Dat is echt heel ernstig. Ik vind het heel fijn dat dat nu wel gedaan wordt, maar ik moet eerlijk zeggen, het staat me behoorlijk tegen de borst, hè? Vroeg mensen dat. Ja, ik denk het heel belangrijk, want dat is ook wat mensen vaak zeggen, er wordt niet genoeg naar ze geluisterd. Ja. Hè? En ik denk dat wij als psychiaters vooral veel meer tijd moeten besteden en een gelijkwaardige relatie moeten aanbieden. Ja, een goed gesprek. En eind jaren 70 kwam Jan Voudrenne met Wie is van hout? Ja. Hè? Waarin precies dit het thema was. Dat was toen een revolutionair boek dat hem ook wel zijn kop heeft gekost, maar dat vervolgens ook weer niet een vervolg heeft gehad. Ja. Want waarom luisteren wij niet naar de mensen? Nou, maar ik zie wel... Wat is de evidentie om te zeggen dat we niet naar onze patiënten luisteren? Ik vind, er zijn heel veel te verbeteren, dus ik snap heel goed. Hij bedoelt iets anders volgens mij. Niet in de spreekkamer, want dan is het je taak als professional. Precies, maar waar luistert de wetenschap niet meer naar de verhalen? Om dat te vinden wat we. Zij, hoe is het mogelijk dat als ik psychotisch ben, dat je hem in een MRI-scan legt en dat je niet eens aan mij vraagt wat ik heb meegemaakt? Als onderzoeksvraag, om daarna te gaan kijken. Nou, kan je dan al zeggen dat is ongenuanceerd, maar dat heb ik al aangekondigd, dat mag vandaag eventjes. En als je alleen maar oog hebt voor de hersenen, maar de mens en de persoon vergeet, dan heb je maar een deel te pakken. Dus ik ben het helemaal met u eens in die zin, dat stress en trauma het risico op psychose vergroten en dat je daarin iets aan moet doen. Ja, en toch zijn er heel veel onderzoeken waarbij de onderzoeksassistenten vragenlijsten aan het invullen zijn om te scoren of iemand boven of onder de kut of van een depressie zit en verder nog nooit met patiënt gepraat hebben. En dat is dan onze uitkomstmaat voor research. Ja. Dus en ik denk ook dat het door die hokjescultuur komt. Hè? Iedereen die programma's, alleen maar psychose, er wordt alleen maar naar psychotische symptomen gevraagd en verder niet. En daar zijn we nu wel veel. Maar ik vind een ander mooi voorbeeld. Ik heb lang op de Paas gewerkt in Zeeland. Misschien ligt het aan Zeeland. Maar daar zaten heel veel mensen. Ja, nee, dat weet ik niet. Maar goed. Maar er zaten heel veel mensen met een depressie.
En als je naar hun verhaal ging luisteren, daar zat heel vaak religieuze vraagstukken achter. Maar ook dat ze gewoon vast zaten op de eilanden en geen werk hadden en noem maar op. Ging het daar ooit over? Nee, het ging over de pillen om de depressie te bestrijden. Ja. Dat vond ik best wel lastig. We moeten veel meer naar de context kijken, de omgeving en maar de cultuur. Maar de nieuwe integratie van onderzoekers en clinici in teams, hè, ik denk dat dat en wel patiënten. Nu... Met bevind, maar ik denk dat zeg maar, die aanpak om mensen bij elkaar te zetten en onderzoeksvragen samen te genereren, waardoor er een soort van kruisbestuiving komt die beide kanten op gaat, ik zie dat wel steeds meer ontstaan. En ik ben het wel met jullie eens dat die werelden van wetenschap en klinisch werk meer gescheiden waren in eerdere tijden. Maar dat er wel slaagt. Het is wel aan het veranderen. Ja, we zijn optimistisch. We zijn meer aan het scrummen en co-creëren. Dus er begint al een zekere consensus te groeien. We zijn nog pas halverwege. Dus Ik heb al een bommetje. Heel beloftevol. Maar als we nou eens proberen zo te kijken naar ons. Onderzoeksvragen. Hè. Komen nou bij jullie ideeën op, natuurlijk ook op basis van wat je al had, komen bij jullie ideeën op van wat dan is wat nieuwe onderzoeksvragen zouden kunnen zijn die ons weer terugbrengen bij wat de patiënt beleeft? Nou, ik wil wel iets waar wij natuurlijk binnen het UMC Utrecht mee bezig zijn, dit is de kans om dan even die dingen te pluggen. We hebben de verhalenbank psychiatrie opgericht en dat is denk ik wel een... Het is overigens copy-paste van de verhalenbank Dementie van Annemij T. Prachtig mooi werk. Er is ook heel veel waardevols uitgekomen. En we denken dat het voor de psychiatrie misschien ook een bron kan zijn van informatie. Dat als we die verhalen wat beter gaan bekijken, handmatig, narratief, maar ook in gesprek met patiënten en zelfs met de computer, met machine learning, dat daar wellicht domeinen of vragen uit naar voren komen waar we überhaupt nog niet aan kunnen denken. Omdat, die iPhone er nog niet is, zou ik maar zeggen. Dus... ik denk dat dat al een manier is, een poging in ieder geval, om het verhaal en die subjectiviteit op een even manier een plek te geven en te kijken of daar onderzoeksvragen uit voort kunnen komen. Dus maar eens een stukje. Ja. Even kijken of ik het goed begrijp. Hè? Want als je zo'n verhalenbank zou maken, dan stop je daar allerlei data in, hè? Over allerlei patiëntenverhalen. Dus dan kijk je, mogelijk vindt de computer daar patronen in en kun je straks het verhaal van een individuele patiënt daar tegenaan leggen, hè? En kijken of daar... dingen zitten waar je op in zou kunnen gaan. Bedoel je zoiets? Nou, wat er bijvoorbeeld bij die verhalenbank Dementie, daar worden verhalen gedoneerd door patiënten die nog goed genoeg zijn om dat te doen, maar ook door mantelzorgers en ook door professionals. En daar komen dus allerlei thema's naar voren die in de praktijk ongelooflijk relevant zijn voor patiënten en mantelzorgers, maar waar in de spreekkamer te weinig naar gevraagd wordt. En dan gaat het dus niet over het aftakelingsproces van de hersenen, maar over... hoe ga je nou met het steeds moeilijker worden van je algemeen dagelijks functioneren om als mantelzorger en patiënt... Die en verhalen hoe, ook. Ja, die verhalen ook te horen. En hoe is het om je zo te schamen voor het feit dat je steeds minder kan en steeds minder meedoet in die maatschappij? En die schaamte, wat voor enorme rol speelt dat? Want dat is wel een interessant punt. Hè? Dus laten we zeggen, een nieuw focus op verhaal. Hè? Als ik weer, want dat past even bij mijn status als wat oudere man hier natuurlijk. Hè? Dat ik het vroeger allemaal al eens heb meegemaakt. En dat ik mijn opleider, professor Piet Kuiperad, die bekend werd met zijn mooie boek De Mens en zijn Verhaal, door niemand gelezen, maar de titel is veel geciteerd. En dat de mens en zijn verhaal, wat toen heel belangrijk was, en daarna zijn we die verhalen een beetje kwijtgeraakt. Hè? Want ik herinner mij, als je vroeger de American Journal of Psychiatry las, dan stonden daar verhalen in. En als je nu kijkt, staan daar hersenplaatjes in. Dat is een wezenlijk verschil. Maar hebben die verhalen dan wel die oplossingen gebracht toen, in die tijd? Nou, dat is een buitengewoon belangrijke vraag. Want waarom hebben we dat dan allemaal terzijde geschoven? Op, waarom zijn jullie daar niet op doorgegaan, hè, vanuit die generatie? Dat is een vraag aan mij. Nou, dat is... Als enige oude man moet ik dat antwoord. Toen was er nog geen machine learning. Maar nou word ik ook antwoorden. Hij pakt hem op. Nou word ik ook antwoorden. Nou, dat antwoord, dat kan ik je precies geven. Het antwoord waarom dat destijds fout ging, was dat de subjectieve interpretatie van het patiëntverhaal alle kanten op ging. Het psychoanalytisch duiden raakte een beetje buiten controle en iedereen beweerde maar wat. Hè? En dat wilden we proberen onder controle te krijgen door nieuwe mogelijkheden tot objectivering in te voeren. Maar dus die evidence, dat werd zeg maar
steeds belangrijker. Ja. En zo is dat en dus de structuur. En dat is natuurlijk ook zoals het gaat. Het wordt dwingend geworden. Ja. Er ontstaat een probleem, je probeert het op te lossen en later bereikt de oplossing het probleem weer, weer te zijn. Maar dus ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Als we nu zeggen, we zijn het verhaal kwijtgeraakt, we zijn de patiënt met zijn verhaal kwijtgeraakt, dan moeten we die terugzoeken. Maar dan moeten we niet terugvallen in die dat oude fout, dat wij daarin wat hinein interpreteren, hè, voor zover wij dat kunnen. Dat moet wel een hypothese zijn, wat mij betreft, en daar kunnen we zeg maar, de kennis die we via die evidence en die meer biologische psychiatrie, waar we de afgelopen jaren erg ook al resultaat natuurlijk in hebben gevonden. Dat moeten we denk ik en-en doen. We moeten niet nu weer een nieuwe switch gaan maken, wat mij betreft, naar big data en allerlei dingen gaan combineren en zonder hypothese gaan zoeken naar associaties. Maar juist vanuit de hypotheses die we misschien met de evidence vanuit de biologie nu beter kunnen formuleren, weer dat verhaal erin krijgen. En toch is die volgens mij nog complementairder te maken, want het is soms natuurlijk heel nuttig om hypotheseloos gewoon eens iets te onderzoeken. Als we dan, maar daarnaast, ook nog een keer zeggen, hé, nou hebben we iets te pakken, dan gaan we daar weer hypotheseloos verder, maar dit gaan we nu even met kijk, een van de oplossingen is, wetenschap is super creatief, hè, dus je moet bij elke vraag de juiste, het juiste design van je onderzoek zoeken. En ik denk, zoals wij hier aan tafel zitten, kennen wij, dat is misschien ons voordeel. Intussen hebben wij die geschiedenis toch ook een beetje meegekregen. Die dragen wij denk ik toch een beetje in onszelf. Dus ik denk dat wij allemaal wel zien dat geen enkele oplossing het geheel gaat oplossen. Hè? Nou, en, dat moet en het devalueren van een van die oplossingen gaat ook geen oplossing zijn. Nee. Dus je moet vooral kijken hoe je het inderdaad samen kunt doen. Art is I, science is we. Irene? Nou, waar denk ik misschien nog wel iets te winnen is, is ik merk altijd als je een groep mensen aan tafel zetten die wat langer hebben nagedacht over hun proces in de psychiatrie, dat er echt wel gelijkluidende thema's uitkomen. En misschien is dat nog wel een ingang, dus om die mensen echt bij elkaar te zitten en op basis daarvan te gaan nadenken. Want dan gaat het dus over uitsluitingsprocessen. Het gaat over het verliezen van de mogelijkheid om nog contact te maken met je emoties. Het gaat over veel, ik denk dat zij echt de agenda ook kunnen bepalen daarin. En dat is dus inderdaad precies waar we naartoe willen. Wat moet die agenda zijn op basis van wat de mensen beleven en ervaren in hun onmacht die de psychiatrische ziekte impact. Wacht even, nog één moment. Want zou je nou een stap kunnen maken van dat soort dingen naar hypotheses? Volgens mij wel. Vanuit mijn perspectief? Ik denk het zeker. Ik zie hypotheses. De thema's die je noemt, uitsluiting, trauma, dat zijn allemaal denk ik hele belangrijke risicofactoren. Ja. Waarvan we misschien wel een beetje weten hoe dat werkt. Maar ik denk het brein en de omgeving en de interactie en de genetica. Ik denk dat je veel meer toe moet naar een soort multimodale complexe modellen waarin je al die factoren gaat meenemen. Wij waren natuurlijk, ik zelf ook, ik dacht nou, ik heb nog immunologisch onderzoek gedaan. Ik dacht nou, dan gaan we zoeken naar inflammatie en dat verklaart direct, causaal, wat er gebeurt. Maar we weten inmiddels natuurlijk, dat is ook een beetje naïef, het is veel complexer. De immunologie is al complex, maar laat staan hoe dat dan met het brein en trauma en omgeving. Plus dat je als je je verbonden voelt, je immunologie waarschijnlijk ook beter. Zeker, dus we moeten denk ik veel meer al die elementen gaan verbinden. Ja. En dat is de niet nieuwe makkelijk. Hypotheses rollen al over tafel, dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik wil toch nog ook eventjes terugkomen op die discussie over, moeten we nou hypothese gestuurd of hypothese vrij kunnen onderzoeken? Want dat is ook best een belangrijk element. Hè? Kijk, het doel van een hypothese, of laten we zeggen wetenschappelijk, gaat dat er bij een hypothese natuurlijk om dat we hem falsificeren. Hè? Dat is het oude verhaal. Toetsen en dan kijken of we hem kunnen falsificeren. Als hij gefalsificeerd wordt, moet hij weg. Dat doen we dus nooit. Hè? Zodat gefalsificeerd is, blijft altijd maar doorbestaan. Maar dit zou weg moeten. En wat je natuurlijk ook wel weer hebt, is dat je daarmee ook weer een inperking inbrengt. Hè? Je zet ook wel weer oogkleppen op. Hè? Ja. Maar is het aan de andere kant wel mogelijk om
niet hypothese gestuurd te zoeken. Gewoon open te zoeken, zoals Columbus toen hij naar Amerika voer en die wist dat het er lag. Hè? Je bent natuurlijk altijd, je bent altijd beperkt door de dataverzameling die je hebt. En het allebei is nodig, als je maar van tevoren eerlijk bent over wat je doet. Ja. Wat vaak gebeurt is dat je data verzamelt en dan aan de afloop doet alsof je een hypothese had wat je niet had. Dat is niet helemaal eerlijk en dat gebeurt volop in de wetenschap. Dat is een groot probleem in de wetenschap. En ik denk dat de wetenschap veel toegankelijker en makkelijker en met meer twijfel gemaakt moet worden. Als je van tevoren goed erover nadenkt, zegt van dit ga ik onderzoeken. En dat hoeft niet alleen in de academie, dat zou ook binnen de GGZ heel goed kunnen. Dat je van tevoren erover nadenkt over wat ga ik onderzoeken, hoe ga ik het doen. En als je daarna zegt van, weet ik veel wat ik eruit krijg, ik ga exploreren en ik zie wel waar het schip strandt, dat is prima. En dan komt er iets uit. En dan vervolgens als er iets uitkomt, daar moet je dan weer wat mee. Ja. Dus het is een iteratief proces natuurlijk. Iteratief. Ja, dat iteratieve, dat spreekt mij heel erg aan, omdat ik denk, dat is de praktijk. Je kunt niet alles voorspellen of van tevoren bedenken in een model hoe het in de praktijk gaat. En als je dat niet iteratief doet, dus als je niet die complexe praktijk ook soms hypothesevrij tegemoet treedt, en daaruit kijkt wat daarin uit naar boven komt, dan kom je ook niet tot de juiste hypotheses voor verder onderzoek. Dus ik denk dat het echt alleen maar samen kan. En zeker. Ja, helemaal mee eens. En de verbinding zit er volgens mij ook nog in. Dus ja, falsificeren is super belangrijk. Dat punt bracht ik zelf net in. Maar ik wou er wel bij zeggen nog dat wij hebben bijvoorbeeld RCT's gedraaid waarvan, zeg maar, als je even de puristen, statistici misschien erbij zet, zegt, nou, dat is een beetje mislukte RCT. De helft van die patiënten is niet eens begonnen aan zijn interventie. Maar die helft van die patiënten die niet begonnen aan die interventie, heeft dat ontzettend veel kennis opgeleverd. Waarom zijn ze niet begonnen? Snap je, die intention to treat analyse voor die mensen, die is best ingewikkeld. Maar wat we allemaal hebben geleerd van wat we rondom het toeleiden naar de interventie zouden moeten doen, dat zijn we vervolgens weer gaan onderzoeken. En dat heeft nu al beleidsimplicaties opgeleverd. Dus ik denk dat we ook daar, we moeten steeds voorkomen dat we in een kramp schieten als iets niet helemaal uitpakt zoals we het hadden verwacht. Maar dan juist denken, oké, bijvangst noemen wij het vaak op de afdeling. Wat gaan we hiermee doen? Wat kunnen we hiervan leren? Ja. En vaak zijn dat hele interessante onderzoeksvragen of zelfs bevindingen op zich. En samen met de jongeren doen wij dat dan. Nou, we hebben net maar ook als voorbeeld hebben we de generieke module bijwerkingen. Christian en ik hebben allebei zo'n groep geleid waar heel veel belangrijke input werd gegeven van een ervaringsdeskundige die eigenlijk mee bepaalde wat voor topics we verder gingen uitzoeken. Ik zat dan in de groep van lithium. En wat mij daarin opviel is, met het resultaat wat we nu hebben, is dat als we alleen maar de evidence zouden volgen, dan kunnen we over heel veel vragen eigenlijk geen uitspraak doen en ook geen advies geven aan de praktijk. Maar dat door dat op te lossen, door te zeggen, nou, experts aan tafel, inclusief mensen van hele andere vakgebieden, raden aan om op basis van hun ervaring dit en dat te gaan doen, je eigenlijk toch de wetenschap weer naar de spreekkamer brengt. En wat betekent dit nu voor evidence-based medicine? Want ik hoor nu het woord expert, wat me over zijn plezier doet horen om het te horen, maar ik hoor het woord expert. Wat betekent dat nu? Want we waren toch altijd nogal benauwd voor experts, hè? Nou ja, dus dat betekent dat je dus niet alleen maar op basis van evidence meer adviezen kunt gaan geven, want we hebben heel weinig evidence. Nou ja, het is zelfs zo, hè, als je kijkt wat Sackett daarover gezegd heeft, dan gaat het natuurlijk bij evidence-based medicine niet alleen maar om het niveau van bewijs uit een RCT of een groep van mensen. Maar nee, het gaat ook om de inbreng, de beleving van de patiënt. En dat brengen we eigenlijk nooit in de praktijk. RVS heeft een rapport over geschreven vorig jaar, hè? Zonder context geen bewijs, over de illusie van evidence-based werken. Zeer bekritiseerd. Ja, zeer bekritiseerd, maar het ging ook over de hele brede zorg en niet alleen psychiatrie. En ik denk wel dat dat een issue is wat ze aangeraakt hebben, waar we gewoon iets mee moeten. Mm-hmm. Ik bedoel, we kunnen er niet omheen. Wat gaan we nou, dan dus doen? Meer het co-creëren in de praktijk. Dus echt het meer echt integreren van science en praktijk. En de praktijk is dan de professional en de ervaring van de patiënt. Het zit bij ons ook op in het UMC Utrecht een groep die onderzoekt prikkelverwerking. Hilgo Bruining is daar in de lead. En die zitten gewoon iedere week met de hele club bij elkaar, kijken naar resultaten, interpreteren die data, geven de betekenis aan en leren daarvan en gaan weer verder. En zo ploeteren ze, zou maar zeggen, door dat proces heen. En die Irene, wat vind jij ervan? Ik kan me voorstellen, er is een mevrouw Gail Hornstein, die heeft, vind ik, een prachtig boek over stemmen horen geschreven. En wat heeft ze gedaan? Ze heeft allemaal mensen die stemmen horen geïnterviewd. Echt heel intensief hun verhaal opgeschreven.
En is daaruit thema's gaan trekken, maar ook gewoon de computer er langs laten gaan. Hoeveel keer worden bepaalde woorden genoemd? Ja. Als je ziet wat de uitslagen daarvan zijn, het is echt super intensief onderzoek wat ze heeft gedaan. Maar ik denk iedereen die dat met ervaring leest, die denkt, ja, hier gaat het over. Dat is wel interessant wat zij heeft gedaan. Ja. Dus gewoon ja, verhalen uitspitten. En ik denk ook het belang van de NS1-studies. Ja. Dus één persoon. Ja. En dan zeker met techniek als ESM, dat doen wij in Maastricht natuurlijk al jarenlang. Ja. Experience samples, dat je iemand... zelf zijn beleven, ervaringen, symptomen, maar ook wat hij aan het doen is, dus in de context met de omgeving, laat invullen. En dat je daar gelijk feedback op krijgt, als behandelaar, maar ook als individu zelf. Ja. En daar kun je dan samen weer mee verder in de spreekkamer. En dat is heel waardevol. Dat is een belangrijke ontwikkeling. Laten we nou eens proberen, zoals in het laatste deel van dit gesprek, te kijken wat dat nou voor... consequenties zou kunnen hebben voor de spreekkamer. Ik wil even om een beetje de karikaturaal de huidige praktijk, de huidige spreekkamer te schetsen, voorstellen dat je het begrip schoenbakpsychiatrie. Dat zag ik in de dia staan. Ja, schoenbakpsychiatrie. Waarmee ik dit bedoel, wij hebben een schoenbak voor ons, de patiënt is een schijf en wat wij doen. Is dat we de patiënt, dat is wat ons werk, wat wij doen, is we proberen hem in het hokje van een DSM-gerelateerde zorgtraject te schuiven. En omdat al die mensen helemaal niet passen in een DSM-gerelateerde diagnose, kaatsen ze steeds terug en blijven we het alsmaar proberen. Maar de enkelen die erin komen, die gaan woep door tot aan die achterwand, weet je wel, plok hoor je dan, dat is een lekker geluid. Dat klinkt heel lekker. Met je vinger zo lekker geluid. En als die daar dan zo doorgaat, dan volgt hij het protocol. En die plok aan het eind is uitbehandeld. Nou, dat is ongeveer, zou ik zeggen, de psychiatrie tegenwoordig. Ja. Maar mag ik daar gelijk iets over zeggen? Ja, kijk, want protest. Dat wilde die ook. Heel goed. Mijn hemel. Heel mijn hemel. Heel wij hebben geen shoebox-psychiatrie. Wij hebben Candy Crush-psychiatrie. We hebben PlayStation-psychiatrie. Iedereen hier, niemand stopt mensen in hokjes en wil mensen behandelen op de unieke manier die ze zijn. Ik vind echt dat je de psychiater die hier zijn tekort doet door de psychiatrie te kenschetsen als schoenbakpsychiatrie. Dat meen ik echt. Het was een karikatuur, hè? Het was een karikatuur, ja. Nee, maar ik wil het gezegd hebben, want de sfeer komt anders. Nee, ik ben het ook helemaal mee eens. En sterker nog, ik denk dat het gevaar op de loer ligt als we het hebben over de kinder- en jeugdpsychiatrie, dat we die kant op kunnen gaan. Hè? Met de huidige situatie in de jeugdzorgwet en onze positionering in het veld, binnen het hele brede jeugdveld, dan zie ik het gevaar dat we inderdaad daarin terechtkomen. En ik wil dus ook echt hier gezegd hebben dat ik me daar grote zorgen over maak. Kijk. En dat we daar ben ik het niet mee eens, sorry. Maar dat zou ik dan zo... Maak jij eerst een zin? Nou, dat ik echt denk van ja, als we ons vakgebied tot zoiets laten verwoorden, dan zijn we echt de klos. Dan houdt het gewoon op. Ja. Ja, dit vind ik echt een beetje te kijk, nu veel wordt het toch een debat. Precies. Dan wordt het een debat. Wordt het spannend. Ik denk, als we kijken naar de afgelopen 10 jaar... en de enorme toename van diagnoses in de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar heel veel over gezegd is, dat juist de transitie ook een kans zou kunnen zijn om met jeugdzorg, met sociale wijkteams meer te integreren. En ik vind het, tuurlijk, het is jammer dat het niet gelukt is om met die taskforce kinder- en jeugdpsychiatrie het in het medische domein te hangen. Maar goed, het is gebeurd. En volgens mij moeten we nu juist kijken wat de opportunities zijn die het ons biedt om geïntegreerdere kinder- en jeugdpsychiatrie aan te gaan bieden. En uit dat hele medische te stappen. Nou, weet je, het mooie is, we hebben net een fantastische vergadering gehad met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, dat iedereen het even weet. De dominantie van de kinderen en jeugd hier, maar dan moet je... weet je wel. Maar deze dualiteit hebben we gewoon mee te dealen de komende jaren. Is ook wel terecht, jaren. Er zit allebei een kern van waarde. We moeten en ons goed borgen en er moet centraal echt veel meer geregeld worden. En er zijn ook kansen. En ik ben optimistisch over die club met wie we nu zijn, want... we moeten gewoon op heel veel plekken ons geluid laten horen. En het drama dat we straks schoenbak worden, gaan we echt voorkomen. Dat gaan we voorkomen. Okay. Weet 100% zeker. Wat ik wel interessant vind, is dat... Ik weet waarom we schoenbak zouden moeten worden. Er werd nog niet zo heel lang een onderzoek gedaan bij uw collega's van de ernstige psychische aandoeningen. Waar massaal zorg werd uitgesproken over, ik kan eigenlijk mijn vak niet meer goed uitvoeren. Ik heb veel te weinig tijd en het verwordt juist tot dit.
En ik vind het heel mooi als u trots bent op uw vak. Maar ik denk dat heel veel mensen die ik spreek, krijg ik te horen, die hebben heel erg weinig tijd om te doen wat ze moeten doen. Maar op dat punt is denk ik dat consensus. Dat is heel anders. Daar zijn we het over eens. Maar dat geldt voor de hele Maar hoe voorkom je dit dan? Want dan heb je dus niet heel lang de tijd om erg aardig te zijn tegen iemand en goed te luisteren. Dus ik kan me voorstellen dat dit wel het effect kan zijn. Ja, maar ik denk dat we moeten hervormen in structuren en samen moeten werken met andere organisaties. Want ik denk dat er veel meer aan de voordeur gedifferentieerd moet worden. Dat wij als psychiater naar de huisarts moeten. Kijken wat hoort in de psychiatrie en wat kan door anderen gedaan worden. En ik ben heel blij dat in Maastricht we nu ook als psychiater in de huisartspraktijk zelf consulten gaan doen. Om te kijken wie mag er naar de GGZ en wie kan. Want ik zie soms ook mensen die een half jaar op de wachtlijst staan waarvan ik denk, ja, je moet eigenlijk niet bij de psychiater zijn, maar ergens anders. Nee. En dat is natuurlijk hartstikke zonde en hartstikke duur. Maar er zijn ook mensen die komen dat ik denk, jeetje, waarom was je niet 5 jaar eerder gekomen? Ja, maar dan zitten we natuurlijk toch wel weer even met een misschien een lastig probleem. Want jij zegt heel terecht, luister eens, het gaat om mensen die zich uitgesloten voelen, die geen geld hebben, die sociale problemen hebben. Die vind je daar dan bij die huisarts. Hè? En hoe ga jij nou de triage doen dat die niet en die wel? Waar zit dan het verschil? Nou, als het psychosociaal is, want dat is dus wat ik wel zie. Dat mensen een half jaar op de wachtlijst staan en denken, ja, ik kan niet zorgen dat jij een huis krijgt of jouw schulden oplossen. Ja. Terwijl dat wel eigenlijk het hoofdprobleem nu is. Dan hebben wij samenwerkingspartners die daar wel bij betrokken kunnen raken. Maatschappelijk werk kijk, in de regio, hier ken ik ze, instanties die wel gelijk dat kunnen oppakken. Maar het probleem is dus wel dat je dus ook psychiatrische kennis nodig hebt om te kunnen differentiëren tussen al die problemen. Precies, en mijn zorg. Daarom moet de psychiater naar de voordeur. Ja, dus dat degene die nu al die beslissingen moeten nemen rondom die triage. Maar te veel differentiëren neigt toch ook weer een beetje naar Schuhbak, hoor, als ik heel eerlijk ben. Nee, want die interactie tussen sociale problemen en maatschappelijke problemen en psychische problemen, die is wel heel erg. Absoluut, maar het is wel een prioriteit. Ja. Wat is het meest urgent? Want als jij iemand medicatie gaat geven en geen huis heeft en schulden heeft, dan zet weinig soda aan het duik. Maar ik denk dat juist daarom de psychiater, ben ik met je eens, een hele belangrijke rol, maar niet pas helemaal aan het eind, helemaal maar vooraan wat in het proces. Maar wat verwacht jij daar dan bij die huisarts van de psychiater? Omdat jij zelf kwam ook met de problemen die niet gehoord worden, hè? Dus. Ja, maar ik vraag me af of je daar gelijk een psychiater bij moet hebben. Ja. Dat denk ik dat ook. Dat is even, ik hoop dat een huisarts vooral kijkt wat er aan de hand is en je goed verwijst. Hè. Dat zou ik vooral hopen, want ik denk ook niet dat je te veel heel snel in het medische moet trekken. Dat het ook wel een risico is van een hoogopgeleide specialist bij een huisarts neerzetten. Ja. Dus komen we toch weer op die lastige grens tussen nood en pathologie. Ja. Hè? Dat is het ingewikkelde. Ja. Nee, en de huisarts vindt dat ook lastig vaak. Ja. Hè? Die weet het ook vaak niet. En dan een POH of een psycholoog in de huisartsenpraktijk. Hè, dat zou een eerste stap kunnen zijn. Een voorbeeld. Maar mag ik toen ik naar aanleiding van het debat dacht ik ook van, hoe kan je nou zorgen dat je goede zorg levert en ook kijkt van hoe kunnen we beter snappen. En ik moest denken aan mijn vader die kanker gehad heeft. Hij leeft nog overigens gelukkig. Een hele goede hematoloog had die bereikbaar was als je hem nodig had met 06. Altijd bereid om mee te denken. Wist van de persoonlijke situatie van mijn vader af. Als er wat was, kwam ze langs. Toen hij opgenomen was voor zijn beenmergtransplantatie, kwam ze langs. Hoefde niet, maar deze wel. Ze snapte waar hij mee zat. En tegelijkertijd kon ze ook naar de studies kijken. In tabellen doen. Afkapwaardes over lambda en kappa proteïnes heb ik meegedacht. En dan dacht ik van, waarom is het of-of? En ik vond haar een prachtig voorbeeld van hoe je goede zorg kan leveren. Hoe je, en mijn vader is er zeer tevreden over. Over hoe je en goede zorg kan leveren. Op een persoonlijke, menselijke manier, maar ook de harde wetenschap erin kan verbinden. Dat kan allebei. Ja, 100% eens. Het kan allebei. Ja, waarom niet? Ja. Dan is dit misschien eigenlijk zelfs wel een heel mooi moment, hè, omdat ik het eens even geprobeerd samen te vatten, waarna we Damian als voorzitter van de vereniging het woord geven om te vertellen hoe hij dit verder implementeert in het beleid van de vereniging. Maar als ik probeer het toch even kort samen te vatten, zijn we uitgegaan van de translatiegap. Er was even discussie over of die er nou is of niet, maar ik heb gezegd dat die er was. Dus we zijn daar vervolgens over gaan discussiëren. En eigenlijk hoorde ik een aantal thema's langskomen. We zijn
hebben te veel geprobeerd om de complexe psychiatrische werkelijkheid behapbaar te maken voor onze methodes van onderzoek. We zijn daarbij de patiënt en zijn beleving en zijn noden uit het oog verloren. We moeten eigenlijk proberen daar weer meer naar terug te komen, afstand te nemen, hè, en onderscheid te gaan maken tussen die dingen die we niet meer nodig hebben en dat we moeten gaan zoeken. We moeten bereid zijn met een open mind te zoeken, ook zonder hypotheses, maar niet te vergeten dat de patiëntenvraag terug moet, wel degelijk in dat systeem, als hypothese. Daarvoor moeten we meer gaan samenwerken, interdisciplinair, maar vooral ook met patiënten samen, hè, om deze zaken te beoordelen. We moeten weer NS1 onderzoek durven doen. En we moeten vooral weer verhalen van patiënten durven horen en daar iets nuttigs mee gaan doen. Ik denk dat dit is wat jullie ongeveer te berde hadden gebracht. Hè? Prachtig. Nou, perfect. Dames en heren, als u daardoor geïnspireerd was, ik was het wel. En ik hoop in ieder geval dat u daar met z'n allen nog een hoop mee doet. En ik wil nu graag het woord geven dan aan Damiaan om daar nog zijn wijze woorden over te laten gaan. Dankjewel. Is er een waar jullie mee hebben, debatleider? Oh, blijf daar staan. Ja? Okay. Blijf maar lekker staan. Dankjewel. Eens denken. Nou, in ieder geval hartelijk bedankt voor jullie debat, energie en interesse in dit onderwerp. Ik heb ervan genoten, maar ik vond het niet makkelijk om nu meteen te zeggen van hoe gaan we dat vertalen in het beleid voor de NVP. Wat mij eerst opviel is, ik denk dat het misschien goed is dat de NVP iets organiseert waardoor we opnieuw nadenken over wetenschap tenminste. Dus dat is wat jullie nu aan het doen zijn. Wat is wetenschap? Wat betekent dat? Het valt mij op dat er veel verwarring is tussen kennis en wetenschap. En misschien moeten wij iets opzetten, een platform of een afdeling of weet ik wie, iets organiseren waardoor mensen gaan nadenken over de waarde van kennis en de rol van wetenschap voor ons vak. Dat vereist denk ik veel meer interesse en aandacht. En dan, in tweede instantie zou ik kunnen zeggen, ja, en dat hoor ik hier heel dikwijls, hoe kan je nu precies wetenschappelijke bevindingen vertalen in die praktijk? Daar zijn wel mooie voorbeelden voor. Ik denk aan bijvoorbeeld een Amerikaans initiatief dat heet Up to Date, waar stelselmatig bijna elke 2-3 maanden nieuwe kennis up-to-date wordt aangeleverd, weliswaar tegen betaling, maar waar dat werk wordt gedaan door wetenschappers die al dan niet specifieke kennis ten berde of brengen aan de mensen die het in de praktijk moeten gebruiken. En dat vertalen, letterlijk ook vertalen. Dus dat zou ook een initiatief zijn die ons zou kunnen helpen. Het bevorderen van mensen die dat ook doen op Nederlandse basis. De opleiding, denk ik. Dat is niet aan bod gekomen, maar ik denk dat het heel belangrijk is om de nieuwe opleidingen kennis te geven, ook dat specifiek, of je hebt het misschien wel gezegd, om dat specifiek ook bij hun een plek te geven. En dat, daar zit denk ik voor ons een grotere uitdaging dan de mensen die uit de jaren 70 komen, is dat wij specifieker inderdaad moeten nadenken wat de waarde van kennis is. Er is veel te veel kennis, dat was er niet in de jaren 70, er was te weinig kennis, nu is er heel veel, maar wat doen we daarmee? Hoe gaan we aandacht schenken aan wat belangrijk en onbelangrijk is? Dat leerproces, nou, dat zou leuk zijn om daar in de NVP over na te denken hoe we dat zou kunnen bevorderen en mensen aanstellen en misschien aantrekken ook die kunnen trainen in het selecteren van belangrijke en onbelangrijke kennis. Meer samenwerking, ja, dan komt dat er terug. Integratie, mensen bij elkaar brengen en daarover laten nadenken, dat is denk ik een woord dat veel gevallen is. Daar zullen we zeker aan werken. Eén dingetje nog wat mij een beetje stoorde is, mijn gevoel is wetenschap ook heel belangrijk omdat het juist praktijkloos is. Echte wetenschap heeft een minachting voor de toepasbaarheid. Dat moet ook kunnen. Dat is de fundamentele wetenschap natuurlijk. En wetenschappers leven ervan. We krijgen straks helaas een muizenonderzoeker die heel zijn leven aan muizen heeft gewijd. Hij is nu verteld dat dat compleet nonsens is. Nou, ik ben benieuwd wat hij daar gaat van maken. Gelukkig begrijpt hij mij niet, want hij is Zwitser. Maar goed, doet er niet toe. Ik vind dat dat ook wel een plaats moet krijgen in ons vak. Hè. Wat doen we met dat doelloze denken? Daar leeft de psychiatrie ook een beetje van. Ik vond het een beetje beklemd in de zin dat alles praktijkgericht en het moet relevant en verantwoord zijn. Wanneer kunnen we op die vrijdag gewoon nadenken zonder gevolgen? Jazeker. Nee. Oh. Sorry. Dit is echt de apotheose. Dan moet je gewoon ruimte geven. Nou, wat ik heel leuk vond, is dat ik regelmatig het woord trots hoor vallen, optimisme. Dat vond ik heel plezier. Ik vind ook als wetenschapper dat er heel veel gebeurd is. Dat we enorme stappen gemaakt hebben en dat die trots ook wel zeker terecht is.
Dat is de absolute apotheose trots. Dank u wel. Okay. Nou, dank u.